Gezet met de vraag wat jullie het liefst als eerste willen zien voor mijn back to school video. En dan kon ik je zijn outfit of bijvoorbeeld make-up. En heel veel van jullie zijn outfits, nou ja, here I am. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk originele outfits te bedenken. Want eigenlijk bestaat mijn hele kast uit een wit shirt of gestreept shirt. En alleen maar spijkerbroeken. En ik denk, nou, even wat anders. Ik heb hier geprobeerd zoveel mogelijk rokjes en jurkjes erin te verwerken. En ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. Ik denk van, nou, Sarah, in de winter draag ik helemaal geen rokjes en jurkjes. Dat doe ik zelf ook niet. Dus dan maak ik tegen die tijd vast nog wel iets met lange pijpen of zo. Dan kan je echt best fout opvatten. En ja, dan hoop ik dat jullie het een hele leuke video vonden. Mijn stem klonk er zo bereikt. Misschien kunnen we proberen om bij deze video 500 duimpjes omhoog te doen. Dat zou me super tof lijken. En ja, vergeet dan nog pas niet om te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Ik hou heel erg van comments, dus laat die ook vooral achter. Er staat altijd een linkje in de downbar met iets wat jullie moeten commenten. Dat vind ik altijd super leuk om te lezen. En ja, dan hoop ik dat jullie het een hele leuke video vinden. En let's get started. I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening. No, I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here. But since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend. So you can go back, please enjoy your party, I'll be here.